De Facebookpagina van Sirus As de Zomeren heeft 7000 volgers. Bij iedere 1000 Facebook-likes was er taart. Dus nu ook bij de 7000ste. De 7000ste was Frans Kerkers uit Heusden. Hij kwam op woensdag 7 februari de taart aansnijden. Frans Kerkers, proficiat de 7000ste volger van Sirus As de Zomeren. Waarom ben je Sirus As de Zomeren gaan volgen op Facebook? Nou, dan zie je mooi al die nieuwsberichten langskomen. Dan blijf je goed op de hoogte. En dat is wel leuk, meteen op de hoogte te zijn van alle nieuwsfeitjes. Dus ja, daarom eigenlijk een beetje. Nu hadden we je uitgenodigd als 7000ste volger van Sirus As de Zomeren Facebookpagina. Wat dacht je toen je het mailtje kreeg? Wat gebeurt er nou weer? Wat heb ik nou weer aan mijn klomp hangen? 7000ste volger. Maar goed, leuk. Toch, evenmin. Wie is Frans Kerkers? Ik heb een bedrijf aan huis. Ja. Ik ben zelfstandige ondernemer. Ik ben constructeur. Voor het maken van constructieberekening voor de bouw. Dus ik zit iedere dag lekker aan huis. Geen last van files. We wonen in Heusden in de Kuiperlaan. We hebben 3 kinderen samen. Onze dochter is nu met zijn rijexamen bezig, dus we hopen vanavond nog meer vla en gebak te kunnen eten. Ja, dat is wel een beetje, ja. Nou krijg jij van jouw man te horen van, ik moet naar Sirus toe. Wat dacht je toen? Ik dacht, daar ben ik nog nooit geweest. Ja, leuk. Dat dacht ik, ja. Nou, dan gaan we je dadelijk rondleiden en we gaan genieten van de taart. Dank je wel. Ja, heel bedankt alvast.